Welkom bij deze video, ik ben Stefan Adcombase en in deze video ga ik met je hebben over, over candlesticks. En er zijn een aantal candlesticks die ik met jullie wil bespreken. Begrijp niet verkeerd, dit zijn maar een enorm klein gedeelte van wat er eigenlijk allemaal bestaat. Ik kan natuurlijk alles behandelen, maar dan ben ik een video aan het maken van ongeveer een uur. En dit zijn degenen die wellicht het meest voorkomen en waar ik het meest op let. Dus vandaar dat ik daarvoor speciaal een video heb gemaakt. Ook namens de volgers, en daar kwam deze vraag steeds vaker voorbij. Ik kan je een video maken voor wat betreft Japanese candlesticks. Nou, bij deze. En we duiken er eigenlijk gelijk in. Goed, zoals je ziet heb ik op de chart een aantal dingen getekend. En we beginnen eigenlijk op de linkerkant en dan werken we naar rechts toe. Goed, wellicht voor een aantal van jullie heel erg bekend de bullish engulfing en de bearish engulfing candles. En nou, een bullish engulfing candle is uiteraard een bullish patroonvorming. En een bearish engulfing is dus een bearish patroonvolging. Nou, laten we eens kijken naar de bullish engulfing candles. Nou, waar moet dat nu aan voldoen om bullish engulfing te zijn? Eigenlijk is er één maatstaaf daarvoor. En die ene is eigenlijk dat de bullish candle, dus de groene candle, compleet de bearish candle overschaduwt. En ik heb natuurlijk een aantal voorbeelden natuurlijk gelijk bijgepakt. Want dan is het ook gelijk visueel. En dat betekent dat als ik even verder in ga zoomen. Dan zien we eigenlijk hier een hele mooie bullish engulfing candle. En dat betekent ook gelijk de uptrend wat betreft Bitcoin. Eind vorig jaar. Nou, we zien hier ook, dit was de laatste bearish candle. En je ziet dat deze de candle compleet overschaduwt en daarna gewoon een hele grote bullrun uiteindelijk ook veroorzaakt. In een korter verleden, en natuurlijk zijn er nogal meer, maar ik heb bijvoorbeeld gewoon even deze gepakt. Zien we dat dat, even kijken, ik zal deze even uitzetten. En dan zien we natuurlijk dat, dat we dat hier natuurlijk ook hebben. We hebben hier eigenlijk een lage, een vrij grote bearish candle, maar deze bullish candle. Die overschaduwt de bearish candle compleet. En dan kunnen we spreken van een bullish engulfing candles. Dus dat betekent ook weer, zoals je zag, hier gelijk weer die uptrend. En dat is eigenlijk voor wat betreft bullish engulfing belangrijk. Dus even heel kort, bullish engulfing. De groene candle moet de rode candle compleet invullen. Dus hij moet compleet overheen gaan liggen en dan kan je spreken van een bullish engulfing patroon. Goed, dan gaan we naar bearish engulfing en dat is eigenlijk exact tegenovergestelde. Die zie je hier ook een aantal. Je ziet ze nog veel vaker op de candles, op de kaart. Maar ik heb er gewoon maar eens eentje even uitgepakt. Je ziet hier dat we hebben hier een kleine uptrend. Natuurlijk nog in een downtrend, maar dus laten we zeggen dat dit een rising wedge dan is. En je ziet hier de bullish candle en deze bearish candle overschaduwt hem compleet. En we zien daarna eigenlijk een hele grote crash wat betreft de Bitcoin vanaf 11.000. Knallen we helemaal terug naar 65. Dus dat is, dat is aardig wat procentjes eraf. Je zou kunnen zeggen, zou dit hem dan ook zijn? Nou, dit is hem dus net niet, want je ziet dat die groene hier nog steeds groter is. Dus dan zou je niet kunnen spreken van of een bullish of een bearish engulfing patroon. Maar uiteindelijk gaat dan de koers hier alsnog zakken. Goed, dan hebben we, dit is vrij duidelijk, dit is eigenlijk exact hetzelfde als bullish engulfing. Maar nu dus bearish engulfing. En zo zijn er nog legio voorbeelden op deze chart. Die ik zou kunnen geven. We zien hem hier. Alleen uiteindelijk loopt deze nog verder omhoog. En dan gaan we nu naar misschien voor jullie een wat minder bekende. Dat is de Dark Cloud Cover. En dat is dan weer de tegenhanger van de Piercing Line. En die ga ik je eigenlijk uitleggen. De Dark Cloud Cover is eigenlijk vanaf een bullish patroon. En uiteindelijk gaan we naar beneden en de voorwaarde voor wat betreft een dark cloud cover is eigenlijk dat, in dit geval is dat dus een bearish signaal, is dat de rode candle, in principe maakt er niet zoveel uit waar die opent of die er net boven opent. Hij moet sluiten op de helft
of net over de helft van de bullish candle. En dan krijgen we uiteindelijk een bearish move down eigenlijk. En dat zie je natuurlijk hier ook gebeuren. Want als er dit gebeurt, dan zie je heel veel mensen die verkopen hun bitcoin of hun posities. En dan zien we uiteindelijk weer hier een sell-off. Dit is niet, en daarom heb ik er ook een vraagteken bij gezet. Want als we kijken naar deze, is dit niet een hele goede dark cloud cover? Dat heb ik er speciaal gedaan, want die is namelijk niet tot de helft. En je ziet, we gaan daarna ook een stukje omhoog. En als wij bijvoorbeeld, ik heb hem natuurlijk hier bij gezet en hier ook. Ja, dus dit is een goed voorbeeld. En we zien hier dat deze dus onder de helft sluit en daarna gaan we ook naar beneden. En dus dat is even belangrijk om te weten dat hij op de helft of net over de helft van die bullish engulfing moet sluiten. En dan zou je kunnen spreken van daarna een bearish move down. De andere kant is nu de piercing line. Nou, als voorbeeld heb ik dit stukje genomen. Je ziet dat dit dus ook geen bullish engulfing is, omdat de candle eigenlijk niet goed is. Dus hij is niet groter dan de bearish candle. Maar omdat hij natuurlijk boven de helft is gesloten, hè, dus dit kan ook prima, dan kunnen we spreken van een piercing line. En dat zie je heel vaak in een soort van V-beweging. Hè, dus als we vaak dit hebben, even kijken, ja, dan zie je vaak dat vaak die piercing line gebeurt ergens in dit gebied, omdat we daarna weer een bullish move-up krijgen. Dus dat zie je namelijk hier gebeuren. Dus gaan we een stukje omlaag en daarna gaan we weer omhoog. Dit is dan niet een hele grote V-beweging, maar als we nu in hadden gezoomd op de 1-hour, dan had ik best durven zeggen dat dit wel een aardige V zou zijn. Goed, dan hebben we nog de shooting star. En de shooting star is eigenlijk ook een bearish move down. En die zien we eigenlijk hier. Dus dat is eigenlijk een inverted hammer. En daarvoor eigenlijk eigenlijk groene candles, eigenlijk een hele reeks. En uiteindelijk zie je natuurlijk dat de openingsprijs en de sluitingsprijs liggen vrij dicht bij elkaar. En uiteindelijk hebben we hier ergens iets getest. He, dus dat die hammer uit doet. Dus eigenlijk de topprijs ligt eigenlijk veel hoger. Maar hij wordt daarna weer door verkopers wordt hij eigenlijk naar beneden geduwd tot dit punt. En dan zou je dus kunnen spreken van een shooting star. En uiteindelijk zien we dan dat we bijvoorbeeld op dit gedeelte dan naar beneden gaan. Dus dat zou dan een shooting star zijn. En dat is dus ook een bearish signaal. Goed, dan hebben we nog de twee hammers. Dus we hebben een gewone normale hammer, dus een bullish hammer. En we hebben een inverted hammer. En je ziet dat deze hier, even kijken, die zien we hier en die zien we eigenlijk hier. En dat hoeft namelijk niet altijd bullish te zijn. En we zien hier dat ook al is de kleur groen, kan er nog steeds een short positie eventueel, zou je een soort positie kunnen openen voor wat betreft leverage trading om hier dus te traden naar beneden. Dus dat is, maar je ziet ook hier met deze hammer die hier staat, dan rijden we in één keer een stuk omhoog. Dat wil dus eigenlijk betekenen dat eigenlijk de laagste prijs hier is geweest en we duwen hem eigenlijk omhoog. En andersom geldt dat hier de hoogste prijs hier en de laagste prijs. En daarna duwen we de prijs hier naar beneden, dus is het een lagere prijs uiteindelijk. Dan hebben we natuurlijk ook de doji's, die zien we natuurlijk heel veel voorbij komen. En de belangrijkste zijn wellicht deze. Eens even kijken, die kan ik wel even tekenen. Zo, de gravestone doji en eigenlijk de dragonfly doji. En dan zal deze vaak rood zijn, gok ik. En die andere is dus vaak groen. En waarom laat ik deze zien? Nou, wat je dus ziet met een gravestone doji is dat de prijzen, de topprijs is hier en daarna duwen hem helemaal naar beneden. Dus er is zoveel verkoopdruk
naar beneden, dat die hele prijs helemaal weg naar beneden drukt. En daarna zul je waarschijnlijk vaak een rode candle zien. En dat ziet er dan dus zo uit. Zo. Zo. En dus dat is dus een Gravestone Doji. En dit is dan een Dragonfly Doji. En die kan ook net hier liggen, hoor. Dat maakt niet zo heel veel uit. En deze kan ook net een klein stukje erboven liggen. Maar het gaat erom dat de prijs mega hard hier naar beneden wordt geduwd. En hier heel hard omhoog wordt geduwd. En dan zien we vaak dus dat dit en die linker een bearish signaal oplevert. En dat deze, en dan zal ik hem even goed inkleuren. En dat die dus een bullish signaal opleveren. Dus dat de koers dan eigenlijk weer omhoog gaat. Goed, dat wilde ik in ieder geval even kwijt wat betreft een hele basis wat betreft candles. De meeste zijn wellicht bij jullie nu bekend. Heb je nog vragen, stel ze dan onder deze video. Vind je dit soort video's enorm tof? Like dan en abonneer op dit kanaal voor nog veel meer van dit soort video's die in de toekomst hier gaan komen. Namens het hele team wens ik je heel veel succes met traden. En tot ziens, tot de volgende video.